U kent het waarschijnlijk allemaal. We maken in ons leven moeilijke momenten mee. We staan op een kruispunt, we moeten een moeilijke beslissing nemen. Als je in de gelegenheid bent later terug te kijken, merk je vaak dat dat nou juist de momenten zijn die je leven bepaald hebben. Die je leven kleur hebben gegeven. Maar als je er middenin zit, is dat hartstikke lastig, moeilijk. Wanneer doe je het nou goed? De antroposofie leert ons dat juist in dat soort moeilijke momenten hele belangrijke dingen gebeuren. In de menselijke levensloop zitten ook wetmatigheden. In het laten zien wie je echt werkelijk bent, wat naar buiten moet komen elke keer in zo'n crisis, daar zitten wetmatigheden in. In de antroposofie is bekend dat in de menselijke levensloop fases te onderscheiden zijn. En juist op de overgang van de ene fase naar de andere is het voor heel veel mensen, dat zijn heel vaak moeilijke momenten in je leven. Interessant om daar wat van te weten, want dan kun je het plaatsen en dan weet je ook wat er gaat gebeuren. De antroposofie geeft inzicht in hoe het hogere in de mens als het ware op aarde geboren wilt worden. Maar die geboorte gaat niet vanzelf. De mens is eigenlijk nooit klaar. Elke keer gebeuren er weer nieuwe dingen in jouw leven. En als je dan zo wat terugkijkt, lijkt dat vaak helemaal geen logische aaneenschakeling te zijn. Wat is dat nou wat daar doorheen wil breken, wat daar zichtbaar wil worden? Daar vertelt de antroposofie het nodige over. En op de lezing van 28 mei wil ik daar graag met jullie over praten.